Ja, die klap is heel erg groot. Ik heb wat mensen gesproken en ze zijn echt helemaal van de leg in Eindhoven. En ja, dat begrijp ik wel, want het is een speler in wie PSV een eerste elftalspeler zag. Op korte termijn. Die jongen die had echt al binnen een jaar zijn debuut gemaakt in PSV 1. De reden voor het vertrek is opmerkelijk. De zaakwaarnemer van Bazour zegt daar het volgende over. Richetli is van mening dat hij uiteindelijk bij Ajax het beste sportieve perspectief heeft en zich daardoor optimaal kan gaan ontwikkelen. Uitsluitend het sportieve plan is bepalend geweest voor zijn keuze. Ondanks zijn kwaliteiten ziet de talentvolle verdediger dus geen doorgroeimogelijkheden bij PSV. PSV snakt naar een titel. Dat kun je niet met jongens van 16 jaar, kun je dat niet bewerkstelligen. Ze hebben een coach die voor de korte termijn naar mijn idee is aangesteld en die landstitel absoluut moet gaan halen. In Amsterdam krijgt iedere jeugdspeler met een contract die kan voetballen, laat ik het eventjes heel simpel houden, die krijgt een kans in het eerste elftal. En of je hem dan pakt, dat is dan aan die speler zelf. Maar bij PSV gaat het gewoon vele malen moeizamer. Opvallend is ook dat weinig jeugdspelers van PSV doorstromen naar de top. Ze zijn er uit het A1-elftal van PSV, uit het seizoen 2005-2006, slechts 3 spelers terechtgekomen in de eredivisie. Bij Ajax waren dat er in hetzelfde seizoen 7. Voor alle seizoenen na 2005 zie je hetzelfde beeld. Bij Ajax breken meer spelers door. Het is schandalig voor woorden dat als je ziet wat er bij Feyenoord doorbrengt en bij Ajax al tientallen jaren, als je dat PSV tegen afzet, dat slaat nergens op. Dus het heeft te maken met je jeugdscouting. Als die heel erg goed is, als je echt de beste spelers overal vandaan had, of nou bij amateurclubs zijn of bij andere profclubs, dan komt die doorstroom wel op gang. Want er is geen enkele trainer die een goede jeugdspeler negeert en dan een gelijkwaardige speler bij een profclub gaat kopen. Dat doet niemand. Sinds de komst van inmiddels oud-trainer Fred Rutte en technisch manager Marcel Brands is er meer aandacht voor het jeugdbeleid van PSV. In de hoop dat in de toekomst meer jeugdspelers naar het eerste elftal doorstromen.